De verliesverrekening is een regeling waarbij je de winst van het ene jaar kan verrekenen met het verlies van het andere jaar. Dit kan fiscaal voordelig zijn. We gaan uitleggen hoe deze regeling werkt. Hallo, mijn naam is Karen van der Pluim van Ocean Finance. In deze video gaan we uitleggen hoe de verliesverrekening werkt, hoe de regeling in elkaar zit en voor welke type belastingen dit geldt. De verliesverrekening is van toepassing op de volgende belastingen. Op de inkomstenbelasting en op de vennootschapsbelasting. In de inkomstenbelasting betreft het eenmanszaken, de vennootschappen onder firma en de maatschappen. En voor de vennootschapsbelasting zijn dat de BV's, de stichtingen en de verenigingen. Bij de vennootschapsbelasting is de verliesverrekening redelijk recht toe recht aan. Je hebt verlies, je hebt winst en dat verreken je met elkaar in het ene en het andere jaar. Bij de inkomstenbelasting daarentegen moet je iets meer opletten, want de verliesverrekening geldt alleen voor box 1. Dat is het inkomen uit werk en woning. De andere boxen, box 2, het aanmerkelijk belang, en box 3, het vermogen, kunnen niet worden verrekend in de verliesverrekening. Nu zal ik wat meer informatie geven over hoe de regeling precies werkt. Stel, in 2015 heb je winst gemaakt. Daar betaal je belasting over. Als je dan in 2016 verlies maakt, mag je dit bedrag verrekenen met de winst van 2015. De belasting wordt dan opnieuw berekend op basis van het overgebleven bedrag. Hierdoor is je belastbare winst lager en krijg je mogelijk geld terug. Omdat het over een voorgaand jaar gaat, is dit achterwaarts, ook wel carryback. Maar je kan ook voorwaarts verrekenen. Mocht het verlies van 2016 hoger zijn dan de winst van 2015, dan mag je het overgebleven verlies verrekenen met de winst van 2017 en volgende jaren. Omdat het over een volgend jaar gaat, is dit voorwaarts, ook wel carry forward. De specifieke regels voor carry back en carry forward zijn verschillend per belasting. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat je een jaar achterwaarts mag verrekenen en 9 jaar voorwaarts. Voor de inkomstenbelasting mag je 3 jaar achterwaarts verrekenen en 9 jaar voorwaarts. Er is wel een verplichte volgorde. Je moet eerst achterwaartse verliesverrekening doen en daarna mag je pas de voorwaartse doen. Ten slotte, de verliesverrekening is een regeling die vooral gebruikelijk is bij de vennootschapsbelasting en iets minder voorkomt bij de inkomstenbelasting. Bij de aangiftes vennootschapsbelasting, maar ook bij de aangiftes inkomstenbelasting, kijken we natuurlijk altijd of de verliesverrekening van toepassing is. Dankjewel voor het kijken. Het zou leuk zijn als je deze video deelt op Facebook, LinkedIn en andere social media. En als je vragen hebt, horen we dat uiteraard graag.